Hallo, welkom bij aflevering 41 van... Mike en Flens, hi. Ik zei dat je dat niet moest doen, scheid Erik-Jan. Nee, nou ben ik boos. Erik-Jan is stom, want wij hadden dus een gefaalde video. Oh, dan ben ik al stom, hè. Ja, nee, maar je laat me ook niet uit, want staat hier? Kak. Nice, deze botje gaat even weg. Dat botje staat er al echt sinds 2018, maar hij is nu officieel weg. Ik weet niet of hij het nog doet, waarschijnlijk niet meer, maar we hadden een 40 minuten video waarin we alle nieuwe dingen lieten zien en na 40 seconden viel het geluid uit. Erik-Jan hoorde je niet meer, mij hoorde je niet meer, Bowie hoorde je niet meer en Mike heeft het geluid zelf hoorde je niet meer en die hoor je wel, dus ik weet niet waar dat dan lag, maar precies toen gebruikte OBS 74% CPU. Ik weet niet, nu gebruikt hij dat niet. Dus ik doe gewoon weer weather clear. Want het begon ook toen te regenen. Ik weet niet of het daar allemaal aan ligt. Oh. We gaan gewoon weer verder. Als je, dit hebben we waarschijnlijk in meerdere video's gehoord, maar dit is waarschijnlijk de eerste die we uploaden waarin we dit zeggen. Erik-Jan's microfoon is anders. Zeg Jan, waarom? Dan had ik mijn computer, zeg maar. Mijn computer is eventjes bij de reparatie. Hij heeft wat kuchjes. Ja, eventjes is een beetje overdreven. Nee. Want hij is een anderhalve week weg en we hebben vandaag gebeld en het kan nog veel langer duren. Sick. Dus sad nieuws. Dus Erik-Jan, zijn hard drive deed niet meer, kon Windows niet meer updaten en zo. Maar hij wil Windows niet meer updaten en daardoor deed mijn videokaart drivers kut. Dat is het. Dat is dus... Van de videokaart kun je niet gamen, hè? Nee. Oh, we hebben dit wel in meerdere video's gezien. Ook in bepaalde series die binnenkort nog online komen. Alleen, dit is de eerste die we echt uploaden waarin we zeggen. Dus dat daarom van, ja, dat dus. Bem jengen. We hadden dat dus was excuses voor de reis. Ik ben er al aan gewend. Maar waarschijnlijk jullie horen... Ik hoor gewoon... Maar jullie horen... Maar, dus wij proberen gewoon weer net zo goed uit te leggen als de 40 minuten gefaalde video. Ik heb hem nog wel, maar ja, zonder geluid. Ja, dus niks aan. Ik heb nu het boekje gelukkig. Ik heb geen boekje, deze is leeg. Ik had het boekje verwijderd, maar ik heb de video zelf nog. Dus ik gebruik nu de video, jullie kunnen het helaas nog niet zien. Maar we beginnen met nieuwe span in Forcia. Nou, dat is logisch. We gaan gelijk beginnen met nieuwe span in Forcia. We gaan naar Forcia. Zullen jullie zien? De wolk ding, eiland is weg. Even mijn cookie doorslikken, wacht even. Vaker door. Een heel controversieel ding in Forcia was de spam, vond ik. Nadat ik het laatste keertje kreeg, dacht ik van, ja, dat moet ik even veranderen. Oké. Okay. Eerst was het dan landen hierboven in de lucht, zeg maar. Of zoals de spam deed. Dan moest je geforceerd met een minecart naar beneden. En nu span je hier gelijk op en dan is dat minecart een keuze. Ja, wordt niet meer geforceerd. Dat is wel wat beter, dus zo ziet het eruit. Ja. En dan ga je hier, zo, wacht. Dat was dat van mij, oh oké. Niet dat het meer staat van hopen dat je veel plezier hebt, want dat is echt... kijk, ik laat het gewoon zien, het is zo, dan zo, zo, en dan ben je dingen. En dit vind ik cool eruit zien, deze glowstone. Nee, ik was altijd een muur, zat hier, boven en dat hebben wij. Jij wou dat houden. Was hier gewoon een random iron bar muur en die is gelukkig. Is dat een muur? Je wou ook zo iron bar random iron bars houden hier, omdat dat oud was. Dat wist ik nog. Dat was echt hilariserend. Dus oké. Nou, dat was de eerste punt. Dan hebben we dus nummer 2. Daar moet ik even night vision voor pakken. Dit is een heel groot ding. Hè? Wacht, Ik heb, het is heel groot. Heb jij het ook voor je, dat ding? Oh, en trouwens, dit staat trouwens niet in het boekje. Maar voor mij heb je dit wel recent neergezet, dat hier nu hekken staan tegen villagers. Ja. Dus, hij gaat ondergronds, dat is ook nieuw volgens mij. Ja, hij gaat nu ondergronds. Wel, dat betekent ook dat de NPC die hier loopt, is ook gefixt. Ja, want rails zijn een beetje buggy. Maar dus als je ergens een rail ziet over een weg heen, dan is het meestal hekjes en zo. Ik wil dat fixen. Ik wil niet dat je dan onderweg gaat en dat is een fucking kutvriendetje. Hier, komt er beter bij. Kijk, hier is een NPC. Kijk,
Eerst dan liepen ze helemaal hieromheen. Maar nu zie je, gaan ze gewoon normaal. Ja, dus rails zijn een beetje glitchy, maar dat maakt niet uit. We gaan dus naar het volgende punt. Kom even. Ik ga weer even de Night Visions. Ja, bam, jenga, bam, jenga. Ik ben net erop en toen gaat hij het. Dat was een Night Vision jumpshot. Ja, maar als je dan nu kijkt, zeg maar. Hebben we dit ook laten zien dat dit voor is? Ja, zit vol met bruggen. Zeg maar, over het water. En het vloog gewoon op het water. Ja, en, dit heeft Erik Jan nog niet veranderd, dit. Maar dit was het altijd before. Ja, maar dit hoeft niet. Dit is wel goed. Dit is het nu after. Hij heeft dus nu palen onder de bruggen neergezet. En dat heeft hij hier gedaan. Hier gedaan allemaal. Eigenlijk vooral wel. Hier gedaan. Hier gedaan. En hier. En daar. En hier. Dit is ook belangrijk, hè? Hier ook. Waar? Ja, nee, maar dat zei ik net. Nee, maar jij zit in de vloer. En deze... Maar dat is onder al die bruggen zijn. Deze palen hier zijn de palen. En overal bepalen. Maar dat mag je zelf bepalen. Dus oké, volgende punt. Dus je lijkt niet alsof het gewoon vliegt op het water. Oh ja! Warp. Rantong. Oh ja, er is een warp gewist. Dat was in de... Rantong was in de gefaalde video. Dat was Rantong Woonwijk. En dat was de Flagman Villager plek. En toen dachten wij van, wou ik hier gewoon niet lopen. Dat dacht ik, maar oké. Okay. En ik, wanneer ga jij dit eens fixen? Wat? Yeah. Nooit. Zo. Je hebt het stom naam. Oké, het was dus altijd eerst... altijd was het eerst dit. Hier, dit was het altijd zo'n platte muur, was het. Okay. Dat heb ik hier eens een beetje gefixt. Zo, een beetje terrain. Dit moet ik nog fixen binnenkort. Maar dit is dus gefixt. Ja, Erik Jan, het is helemaal niet grappig hoor. Ik wil het er grappig eruit zien. En dan zo, wat? Ja, je valt om. Oké, okay. Interessant. Echt, ik ga dit even fixen. Even een beetje verbeteren. Zo, prachtig. Dus dat Ja, dat was het wel. Vierde punt is... Nieuw brugje Forsia. Dat ik is, weet niet of we dat hebben laten, al laten zien, maar we gaan het voor de zekerheid even doen. Wij wisten dus niet wat we daarmee bedoelden. Volgens mij bedoelden we dit dingetje hier. Maar ik weet niet zeker. Volgens mij hebben we die wel laten zien. Ja, dit brugje. Maar dat weten we niet zeker. Maar ik zou ook niet weten wat anders. Ja, ik zat te denken aan hier ergens. Dat hier iets nieuws was. Hier, ja, maar hier is niks nieuws. Nee, maar ik weet niet... Ik laat het gewoon zien. Zo, dat is. Volgende is een spoor-update in Rantong. Als jullie ook zien. De nieuwe span, hebben ze dat eigenlijk wel? Dat is toch een later punt. Oh, oké. Okay. Nou, hier, we hebben dus nieuwe sporen. Kijk, ik laat ze even allemaal zo. Pauzeer maar als je... Niet doen. Pauzeer even, pauzeer maar als je het wil lezen. Je ziet het nu. Pauzeer als je dit wil lezen. Oké, nou, genoeg tijd. Dus eerst was allemaal los, dat heb ik nu verbonden. Want die tijden en zo, die sporen, dat duurde echt iets van 2-3 uur. Om dat te doen, duurde echt te lang. Hier is spoor 7, 6, dit is 5, dit is 4, 3, 2, 8 en 1. En je zag dus waar deze sporen naartoe gaan. Dus dat is een upgrade. En zo laat ik ze ook. Hè? Wat? Oh, ik dacht dat spoor 1 dat 1 was bij Forsia. Nee, dat is spoor 2. Spoor 1 is van mij... Tongenwa? Nee. Savannah is dat donders. Gast, ik zei toch al van ding, maar ik had het goed. Oké. Volgende punt is... Kleine verandering bij privé tunnel, klopt. Ik laat even zien. De tunnel moest natuurlijk ook in het station, dus die was eerst hier. Die stond eerst dus hier, dat is dus nu weg. Dus hier staat een beetje een ruin van Bemjinger, 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 Bemjinger. Die loopt hier dood. En hier was altijd dat hij naar voren ging, dat is dus drie blokken verplaatst, dus dat is nu hier. Dus het ziet er nu zo uit. En als je denkt van wat zijn die gaten, dat zijn restauratortjes. Dit. En hey! Ik ben hier wel eens geweest, maar hier zat blijkbaar ook een dungeon. Ik weet niet. Nou, is een kapotte dungeon.
Wacht, ik zou even staan waar de spanholder hoort te staan. Even kijken, dat is voor mij. Ik deze. Wacht even hoor. Hier. TP? Hier. Hier zit een dungeon. Oké, okay, volgende punt is. Terrain update in Forcia. Dat kan. Ja, er zijn gewoon een paar kleine terrain updates geweest in Forcia. Ja, een beetje hetzelfde als bij mij. Groot voorbeeld is. En dit keer ga ik niet de server crashen. In de vorige aflevering kerst heeft de server toen hij laten zien hoe het goed was. Ja, toen deed ik post 2 had ik bij Rantong en post 1 had ik bij Forcia. Had ik dus hier had ik mijn post 1. En dan post 2 was ik vergeten, deed ik gelijk van, oh shit, dirt. Dus met heel het lens zat onder de dirt, helemaal gekregen in de dirt. Shit, dirt. Kijk, zo zat het er eerst uit. Het is een beetje overdreven, maar zo zat het er eerst uit. Zo zat het er eerst uit. En dan, nu heeft Erikan het een beetje gefixt. En nou ziet het er zo uit. Dus dat is beter. En ik heb ook nog even dit gefixt voor hem. Dit kleine stukje heb ik voor hem gefixt. Dat was ook vlak. En dit heeft hij gefixt. En dit en dit. Dus dat is wel cool. Ja, dat was het. Dan moet ik even kijken wanneer ik naar page 2 ga. Moet ik dan eerst naar het kasteel gaan. Dus dan moet ik even kijken. Dikke Erik Jan met die dikke neus. Heb je nog heel wat beleefd? Vrijdag. En? De afwas? Nee. Oké, hier crashen wij. Ik kijk nu naar het stukje waar we crashen. Kijken. Die. Kom op, wanneer ga ik naar page 2? Ik kan zeg nou even wanneer ik naar page 2 ga. Dat weet ik niet, sorry. Jawel, dat weet je wel. 100%. Dab op oma. Ik spring op oma's hoofd. Ik heb Dennis. Oh nee, maar. Wat? Johan, heb je nou even verpest? En dan wil je dat de deur het verandert, maar nee, laat maar. Ik spring op oma's hoofd. Oké. Wanneer gaan we... Oké. Yay, oké. De warp van Rantong is verplaatst. Beide onze warps zijn verplaatst. Dat is super grappig dat we dat tegelijk hebben gedaan. Warp Rantong, je spawnt nu hier. Ja, dat is het. We hebben Rantong. Ga eens naar... Doe slash home. Dat is even een mooie... Van mijn assistent Erik-Jan. Kijk, je spawnt dus hier. Dus dan kan je gelijk zo door. En dat heeft Erik-Jan dus ook bij een warp van... Warp, Forcia Station. Volgende plaats, nieuwe huis in Rantong. Het zijn er in totaal 22. Het waren er eerst 21, maar ik had er nog een huisje bij gedaan op film. Ik had ook een boekje met huiscount 21. Oh, hier. Ik ga ze allemaal laten zien. Dit is huis nummer 1. Wat een beetje geglitcht is. Wil je even niet mijn night vision verpesten? Waarom is mijn huis hier zo raar? Zo moet die. Rick, night vision. Hè? Ja, kom, TP. Hallo. TP. Oh ja. Nou, dit is dus naar huis nummer 1. Ik laat het gewoon even de binnenkant zien. Hier, dit is huis nummer 1. Dan... Hallo Fred. Dan heb je hier huis nummer 2. Dat is dat glazen huis, mensen zitten al super lang. Gewoon dat. Huis nummertje 3. Villetjes zijn al geïnteresseerd in. Ik heb ook wel echt iets van 60 villetjes erbij gespand. Bij plekken waar echt gewoon heel veel huizen waren, maar gewoon geen mensen. Dus huis nummer 3 of 4. Wat ik zei in aflevering 40 bij het einde. Ik ga hier iets huizen neerzetten. Nou, heb ik dus gedaan. Dus dat is leuk. Hier zitten allemaal mensen. Waarom dat zo is, weet ik niet. Even kijken, huis nummer 4 was dat, hè? Nou, dan heb je hier... Huis nummer 5. Ik had deze twee huisjes bij elkaar naast elkaar gezet. En toen had ik per ongeluk dit gemaakt. En ik vond het wel cool uitzien. Villetjes vinden het ook leuk. Hier gewoon dit en dan dit. Dus dat is huis nummer 6 volgens mij. Even kijken. Dat zijn er 3, 4. Oh nee, dit is 5. Kijk, ik heb ook een klein verandering gedaan van de ramen. Hier, de ramen zijn nu zo 3 en dan 1. Dat zijn bepaalde kleine huisjes. Wel ontzettend satisfying is mensen dit. Wacht, kijk, dus 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb je hier 6, 7, 8, 9. Dat zijn allemaal hetzelfde. Ik weet niet wat je allemaal doet. Het past perfect. Ja, het past perfect. Dat is echt cool hier. Je ziet ook echt gewoon hier, boom. Laat wel zien.
Deurtje even dicht, zo. Past echt precies, past het gewoon. Zo. Zo, zo. En ja, dat dus. Dus dat is 9. Dan heb je hier 10 en 11. Of 10, 11 en 12. Dat zijn alle drie hetzelfde. Binnenkant is dit. Super cool. Dan heb je hier nog. Even kijken. 10, 11, 12. Dan heb je hier nummertje 13. Stik maar Fanta. Lekker voor je. Dan heb je hier nummer 13. En dan, dat is dus ook nummer 14, 15, 16 en 17. En dan 18, 19, 20, 21. Dit zijn deze huisjes. Die hebben deze binnenkant. Oh. Oké, okay, en dan als laatste. Dit huisje heb ik er tussen gepropt. Ik zag hier een kaal plekje. Had ik gewoon een huisje neergezet. Dus dat is 22. Had ik in de video gedaan. Hoe lang? Volgende punt is de interieur van de kleine huizen. Dus deze huizen, deze villetje huizen, zijn veranderd. Dus bijvoorbeeld de ramen. Hier, deze zijn dus 3 breed. In plaats van beide 1. Normaal had zo'n ding ook, zo'n default villetje huis, heeft dirt grond met een tafel. Dat heb ik dus veranderd naar een grijs bed met furnace en crafting table. Zoals dit. En ja, dat is het wel. En dan wil ik even nog een ding laten zien. Dan moet ik even dit ding kopiëren. Zo, post 2. En dan /copy/kyoi/copy. En dan doen we gewoon /paste. Ik weet niet waar ik hem geplaatst heb. Oh, hier. Oh shit, hij heeft hij zeker het bed weer. Oh nee. Kijk, dan moeten we even dit. Moet ik even laten zien, wat is het volgende punt? Dan is er weer iets gefixt met bugfixes eigenlijk. Eigenlijk hebben we deze aflevering gewoon heel veel bugfixes. Ja. Kijk, je ziet hier. Ja, mooi, het is gelukt. Als we het even het dak eraf halen, zo. Stom dak. Ja, dat dek eraf springen. Oké, okay, het volgende punt is bedden gefixt in alle huizen in Rantong. Tussen haakjes bedden waren raar door /copy en /paste. Dus eigenlijk /cut. Halve bedden was ook nog tussen haakjes. Ik had dus heel veel dingen. Dan is het /copy of /cut. En dan krijg je zulke bedden. Zulke halve bedden. En ja, dat ziet er gewoon niet uit. Dus ik heb alle huizen. Dus alle huizen van Rantong en Donling en Tongwa voor mij ook wel. En Tongwa heeft voor mij geen interieur. Maar in ieder geval alle huizen met een bed heb ik dus veranderd. Heb ik dus dit halve bed weggedaan. En Erik-Jan is heel vervelend. Super grappig. Zo, kijk. Bed verdwijnt. Oh. Maar zo heb ik het dus. Daar heb ik hem bijvoorbeeld weggehaald en mijn bed weer teruggezet. Dus dat is nu ook een ding. En ja, dat is wel leuk. Dus alle bedden zijn nu gefixt. En mooie binnenkant. Kijk, voor mij was er ook nog een page 3, hè? Ja, volgens mij. Daar staat iets heel belangrijks in. Ja, klopt. Ik weet wat het is. We gaan naar een nieuwe stam. We hadden. Ja. Ik kan liggen uit. Terwijl ik even. Okay, we hebben in. Volgens mij was het deel 8. Maar die is offline het moment hier, want ik ben kort daarbij overboden. Ja, maar, heb ik bij mijn vader. Dus dat is vrijdag pas. Maar dus, toen hadden we gezegd van. Misschien is het leuk als wij om de wereld wat op te vullen, stammen toe te voegen. En dat hebben we gedaan. De eerste stam heet Mandio. Ja, ik kom er zo aan. Wacht even. Ik ben even aan het kijken naar page 3. Wacht. Doe jij een game op 3? Wacht, dat tip ik. Ga ik in jou. Oké. Okay. Wacht. TP is? Begin hier maar. Oké, dan ben ik zo terug. Oké, het laatste. Zit in mij? Ik zit in jou. Oké. Jij gaat de weg even dan? Of? Ga ik even kijken. Nee, maar, ik ga niet weg. Ik ben er gewoon. Maar zit gewoon in jou. Trouwens, eerst achter je. Links. Links. Pardon. Begin hierbij. Ja, dus er zijn een vissenplekje. Er zit nog niks in. Er zijn een vissenplekje. Zit er nog steeds niks in? Je had toch vissen al in gedaan, toch? Ja, dat ga ik niet meer doen. Oh. Ik doe er gewoon even. Er zijn niet heel veel mensen. Dus ik doe er even 5 in. Zo. Ja. Oké. Okay. Hey. Oké, ja, ik zit erin. Je begint hier. Dit is dus het volgende Mandio. Dit is dus iets dat hadden Rikje en ik gewoon bedacht voor de leuk. En hier heb je farm. Rik heeft deze prachtige farm gemaakt. Deze stam wordt trouwens groter. Ja, denk het wel. Heb je hier nog een farm gemaakt door Rik. Ik weet niet zeker, maar alle
tent en huis zijn door mij van KD gemaakt. Nee. Niet zeker. Nee. Dus al deze gebouwen die zijn van mij. Ik had een farm. Weet je, volgens mij heb ik dit gedaan of ik weet het niet meer. Dus zijn gewoon tent hier. Daar slapen ze dan als een soort van. Wat een soort van stam. Een soort volk hier dan met je het echte huis. En dan heb je een voorraad. Er zit iets in de voorraad, maar. Ja. Dan ga je hierheen. Hier zat toch een random tempel in de buurt. Dus dachten wij van. Dan gaan we die tempel een beetje gewoon veranderen. Want laten we hier gedaan, het staat helemaal niks voor. Het is gewoon een tempel, de kleuren zijn wat anders. En binnen ook, voor de rest is er niks anders aan. Dus we zijn great. Ik denk dat er nog wel meer stammen komen. Weet het van even de eerste. Dat is wel even leuk om te maken. Een soort van, niet per se een project van Manius of van Voetje. Gewoon random dingen dance. Wel wat lekker, leuk is. Gewoon het land vullen. Ja, precies, gewoon een map vullen. Ik heb trouwens dat ding gevonden. Oké. Ik heb dus nog 2 punten. En dat is. Dat is dus nieuwe wegen in Rantong. Zoals jullie hier zien, dit hekje is weg. Hier zat een hekje van. Oh, je mag hier niet verder. Dat heb ik dus hier. Dit is dus weer een nieuwe weg. En ik vond het wel mooi, perfect. Want het connect naar dit. Dus. Ja, ik vind, niet, ik vind dat perfect, dat het gewoon van die naar hier connect. En voordat jullie vragen, nee, hier komen geen flats. Hier komen echt geen flats. Gewoon 6 flats vind ik goed. En ik denk dat ik daar gewoon hier gewoon huisjes neerzet of zo. Komen hier nog misschien huizen? Denk het wel. Hè? Dat is niet in de weg. Wat? Deze rails zit in de weg. Hoezo? Want als je er heen gaat en dat er dan, weet ik veel, iemand hier loopt en dan aangereden wordt en dan hij dood. Sick. Sinds wanneer hebben mensen geen ogen? Het is letterlijk een meter lang. Je kan er nog even overheen lopen. Ik maak wel villagers, zit al. Fuck villagers. Ik heb echt miljoenen. Hier, ik laat even prototypen. Hier. Je loopt even, kijk, zo ziet het eruit. En trouwens het laatste punt, ondertussen dat ik hier loop, kijk, dat was het. Crafting table huis is verplaatst. Jullie zeggen dus dat het boomblokhuis, dat huisje, hier, dat neemt nu lekker het vakje in. Ik vond dat de crafting table huis een beetje nutteloos was. Het nam helemaal heel weinig in. Het was echt ditte voor mij. Het nam echt 1/3 van het vierkantje in. Dat hier heb ik dus nu verplaatst. Een grote huis. Is dat boomblokje? Nee. Ik vind die, deze wel het grootste huis, denk ik. Voor mij zijn dit het grootste huis, hoor. TP. Nee. Jawel, veel groter dan die boomblokken, hoor. Echt, joh. Sowieso. Ja, okay. Die van Don Ling zijn het grootst. Okay. Die van Don Ling. Die zijn het grootst. Ja, oké. Okay. We hebben hem dus verplaatst naar de... Ja, de. Ik heb hem verplaatst naar dat ding. Ik heb hem hier verplaatst. Trouwens, voor deze vraag, ja, ik heb ook de binnenkant van dit veranderd. Ook al woont hier niemand. Ik vind het grappig. Heb je de store laten zien? Ik denk het wel. De store? Die toren. Toren? Ja, die nieuwe toren. Heb je die al laten zien? Dat weet ik niet eigenlijk. Welke toren? In het zieterrein. Gebouw. Wolkenrabber ding. Oh ja, die heb ik al laten zien hoor. Oké. Voor mij echt in 39. Oh. Hier, dit is, dus ik heb hem hier verplaatst. Ik vond het wel een betere plek. Dus ja, dat was alles wel. We hebben er blijkbaar, ik weet niet waarom we de eerste 40 minuten over gedaan hebben, maar nu hebben we er 23 minuten over gedaan. Ja. Dus, nou, daar was het dan weer. Gaming de Panel fans. In totaal waren 21 nieuwe huizen. 22. Wat? 22. Ah ja, dat, want dit huis. Oh, dit was spannend, hè? Oké, en als we het nog niet gemeld hebben, voor mij wel. Hier zit een nieuw gebouw, een nieuw groot gebouw. Ik ben er nog niet mee bezig geweest. Ik zou even kijken, voor mij bestaat die echt al in 39. Voor mij wel. Wacht. Nieuwe Lens logo in Teletubby Area. Ik vind het zo grappig als ik op Teletubby Area zie, dan moet ik al lachen. Jullie merken trouwens ook wel dat de video's wat langer worden. Maar ja, dat komt ook wel. Maar dat is meer te laten zien. Want ja, onze steden worden telkens groter. Ja. Yeah. Dus ja, dat dus. Wacht, ik ga kijken. In 39 bestond die nog niet. Even kijken, 40 voor mij wel. Even kijken hoor. Even kijken. Slik maar door. Niels.
Ja, dat gebouw staat er gewoon op 40. Oh, dus. Oké, nou, dit was het dus. Wat ga jij nou trouwens nog doen? Wacht, nee, niks dag. Hey, niks TPR. Hoppakee. Kom hier, bitch. Wacht, we gaan eerst naar waar, Forsje? Eerst naar huis. Eerst naar Forsje, TPR. Oké, wat ga je nog allemaal doen? Natuurlijk, nieuw woonwijkgebied eigenlijk gewoon verder op uitbreiden. Zoals hier, Mandio en andere stammen toevoegen, een beetje wereldvulling. Ik blijf natuurlijk rondkijken voor terrain, foutjes en bijvoorbeeld kleine dingen zoals die palen ofzo. Of ik nog meer van die graag een soort van errors heb ofzo. Dat ik dat gewoon een beetje fix. En Maltin ga ik natuurlijk nog verder bouwen, met daarin is ook wel. RCA. Ja, hey bitch, ik zei net. Ik was ook wel wat doen. Moet ik een keertje pad maken hier. Je wou toch ook bij zo'n berggebied bouwen? Ja, klopt. Daar heb ik een berggebied. Ik wil daar bouwen. Ik heb geen flauw idee wat. Maar het is wel mooi hier. Dus ik ga waarschijnlijk vooral wat. Misschien iets van een hobbithuis of zo, zou ik over te denken. Maar. Dat kan wel, maar ja. Dat is iets zoiets random zoals dit hier. Dat vind ik wel leuk. Maar dat kan ik niet voor, voor het hele berggebied doen. Waarschijnlijk dus dacht ik, doe ik hier zo'n gat in of zo. Maak ik hier gaten in en zet ik daar zo'n huis in of zo, weet ik veel. Of een bunker of zo, dat ik daar een bunker in. Huh. Nee, maar. Ja, dat was het verhaal van mij eigenlijk. Okay. Ik ga gewoon expanden op Forsia, een beetje mijn land gewoon. Ja. Ik heb niet specifiek een plan. Hier natuurlijk, en natuurlijk hier, als er nog plek is of ik nog plek kan vinden, nog hoge gebouwen. Ja, want de Jurkan heeft niet genoeg hoge gebouwen. Oké, ik ga natuurlijk waarschijnlijk die parkeerplaats ooit eens maken. Ik weet niet wanneer, als ik ooit eens zin heb. Hier een parkeerplaats. Dan denk ik hier nog misschien een weg daar naartoe of zo. Weet ik niet. Ik ga sowieso een kindje slaan. Hier komen huizen. Hier komen waarschijnlijk huizen. Hier komen waarschijnlijk huizen. Misschien komt hier nog een huisje. Of een huizen. Ik denk dat hier misschien nog wel een huisje komen. Hier komen sowieso huizen. Hier. Hier misschien nog wel. Dan hier dit blokje. Oh, en nog een ding wat ik ga doen. Misschien hier nog een huisje ding gedoe. Dan kijken. Hier nog wel een huisje kan nog wel. Even kijken. Hier misschien nog een huisje. Misschien is dat ook wel leuk. Maar trouwens, ik wou nog eens even zeggen. Als jullie zo kijken. Ik vind het ook nu echt een stad. En echt de officiële stad. Want als je zo kijkt. Alles is nu lekker mooi gebouwd. Misschien. Ik wou deze berg ook weghalen. Misschien een huisje neerzetten. Misschien een keer bezig met de Tweede Kamer. Misschien hier een huisje neerzetten. Hier een huisje neerzetten. Hier. Gewoon hier. Of hier. Of daar. Of dit. Zulke shit. Misschien een keer weer verder met Donling. Misschien verder met alle andere steden. Dus weet je wat ik een keertje ga doen? Dat is een beetje vergeten is. Ik vond het heel leuk dat we het hadden, maar het is eigenlijk nu al compleet vergeten. Mm. Ik denk dat ik binnenkort weer verder ga met het pretpark. Oh ja, dat was gewoon niet vergeten, maar oké. Okay. Ik vind het wel, we praten er nog weer over. Nee, maar dat betekent niet dat het vergeten is. Ja. Nee, dat moeten we ook even. Pretpark is al een hele lange tijd weer gebouwd. Wat ga je dan bouwen? Misschien een soort van entrance of zo, kassa, toiletjes. Ja. Maar dus, dat was dus wat we gaan bouwen. Waarom zeggen we dat? Voor onszelf. Dus als we ooit ons vervelen van, ik weet niet wat we kunnen bouwen. Kijken we deze video's terug. Misschien hebben we wat, dus dat. Dit was trouwens de video. Volgende keer, weet ik veel. Ik ga weer een boekje lekker vullen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Wacht.